en 7. De Waag is een van de mooiste gebouwen in het hart van Nijmegen. Op deze plaats, de Grote Markt in Nijmegen, stond echter al rond 1300 een waag, specifiek bedoeld voor het wegen van boter. Vandaar dat men in Nijmegen soms spreekt van de boterwaag. En een waag was hard nodig. Loesje handelaren sjoemelden met afgeschaafde gewichten. De door de gemeente geëikte en onder toezicht staande weegschaal maakte deze sjoemelaars werkloos. Een ander voordeel was dat de stad waaggeld inde over de gewogen goederen. Iedereen blij. Het huidige waaggebouw bouwde men in 1613 in de Hollandse Renaissance-stijl. Meester Cornelis Jansen van Delft ontwierp deze. De waag zelf zat in het oostelijk deel aan de rechterzijde van het pand. Door de grote poorten aan de voor- en achterzijde konden de karren naar binnen en naar buiten rijden. De vleeshal en het slachthuis zaten geheel links achter de bordestrap. Zij zaten daar tot het einde van de 18e eeuw. De ruimtes onder de trappen aan de voorzijde van het gebouw werden gebruikt als woning. De militaire hoofdwacht, met name de burgerwacht en het stadsgarnizoen, zaten tot 1886 op de bovenverdieping. Vandaar de straatnaam achter de hoofdwacht. Ook de Nijmeegse politie heeft hier nog gezeten. Het waaggebouw is erg opvallend door haar glas- en loodramen, dakkapellen en de zwartgouden luiken. Op de toegangsdeur van de eerste verdieping zijn leeuwen afgebeeld die het stadswapen vasthouden. Ook de balustrade van de bordestrap is bekroond met twee leeuwen. De monumentale trap, smaakvolle zijgevels en de gebeeldhouwde kopjes boven de vensters maakten de karakteristieke uitstraling compleet. Het pand is door de jaren heen verschillende keren aangepast, gemoderniseerd. De bordestrap verdween in 1756. Er kwam een zuilengalerij voor in de plaats. De romantische dakkapellen gingen er ook aan. Het historisch besef via gemeentearchitect J.J. Weven kwam terug. Bij de grondige restauratie in 1886 zijn de dakkapellen en de bordestrap in ere hersteld. Gelukkig kreeg de Waag tijdens het bombardement van de geallieerden in februari 1944 geen voltreffer, waardoor men de Waag jarenlang gebruikte als expositieruimte voor de stichting Nijmeegs Museum voor Beeldende Kunsten. Op dit moment kan je er vergaderen en er heerlijk eten en drinken. En de HEMA is in de buurt. Kunnen we deze worst wegen? Die weegschaal, hoe werkt die? Soms